Pompoen of butternut, flespompoen, is super lekker in puree en die gaan we maken op de barbecue. We gaan onze butternut in de kolen steken en ook mooi bedekken. En we gaan die daar rustig een uur en een half in laten poffen totdat die pikzwart is. De pompoen of butternut die blijft nu minstens een uur in de kolen garen. En straks gaan we die doorsnijden, leeglepelen en je zult zien, dat is de beste pompoenpuree ooit. Dit is echt de crème de la crème van de pompoenpuree. Een klein beetje peper van de molen Fleur de Sel en een druppeltje biologische zonnebloemolie. Meer heeft dat niet nodig, maar zalig. Smakelijk.